is je bundel Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie weer wat live Call of the Ghost gameplay. En vandaag hebben we Team Deathmatch op Whiteout. Maar we proberen het wat moeilijk te maken voor onszelf. En ik dacht van laten we de controller eens een keertje omdraaien. Dus ik heb hiervoor al een keertje ermee gespeeld. En het ging voor geen meter. Ik ging constant terug naar één persoon die enorm hard lag te campen. Dat was niet slim voor mij, want ik kan die man nooit kunnen. Die kan ik gewoon nooit killen. Dat is gewoon onmogelijk als je zo speelt. Dus uiteindelijk had hij zijn Juggernaut, dus een Loki en al die onzin. En mijn team is stonden nog pijn en nog erg negatief als ik. Dus ik dacht van ja, fuck it, maar die gaan we niet gebruiken. Dat was mijn opwarm ronde dan. Dus ik weet tenminste hoe ik moet lopen. Alleen het is nog steeds best moeilijk. Want zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het ziet er niet echt heel erg comfortabel uit. En dat is het ook echt niet. En deze map is allesbehalve handig. Het is veel te groot. Zeker, die mensen kunnen maar gewoon across de map kunnen ze me killen. En ik maak geen kans. En waar de fuck moet ik heen? Het is Team Deathmatch. Ik speel eigenlijk nooit Team Deathmatch. En als ik het speel, dan is het nog kloot een map als dit. Want je weet niet waar ze spawnen. Dus ik weet ik mijn god niet waar ik heen moet. En ik loop toch maar. Ik denk dat ik daar ook richting hier rechts van mij. Waar die huis zit. Dat is het makkelijkste denk ik voor mij. Dan loop ik misschien deze aan. Dan heb ik een beetje geluk. Wacht, hoe moet ik aimen? Oh ja, zo was dat hè. Yep, zo. God! Dit is echt een ramp. Ik zweer het je. Probeer het voor jezelf. Oh, hier zit iemand boven te campen. Ik wil hem mee. Ik wil hem mee. Hij zit er boven te campen. Wacht. Hij moet die camp. Anders. Nee! Wauw! Ghillie shoot! Oh, hij werd gestunt. Denk al. Waarom zou hij dan met de ghillie shoot? Hij lag eigenlijk op de grond te campen. Dus het lag niet aan die stun dat hij zo erg ging campen. Maar ja. Ik ga daar niet heen. Uiteindelijk wel. Ik ben iemand die zo dom is. Die terug blijft gaan. Want normaal gezien dan win ik die gunfights wel ooit een keertje. Weet je wel. Iets meer naar die kant. Alles wat omgedraaid is, is omgedraaid. Volgens mij kwamen de enemies aan. Ik heb het hierheen. Want het is echt een ramp. Het is zeg maar als je die button layouts omdraait, ongeveer zoiets. Alleen dan nog veel erger. Omdat je dus ook nog met je ringvinger moet aimen. Of ja, schieten en alles. Dus het is niet echt heel erg comfy. Kijk dit jongens. Het lijkt dat op een sensitivity 55 staat. Ik weet dat iemand in het huis zit, maar ik wil eigenlijk best wel een keer. Weet je wat we gaan proberen? Dit is. Oh, leuk. Ik kan jullie het zien, maar ik zie het wel. Dus ik loop even om. Ik vind dat ik daar lopen op zin een redelijk goed onder de knie heb. Alleen ja, niet in één stuk door, wel alles in fases. Woo! Get on, bitch! Ik schoot er de ding heen ook. Hier, ik wil hier naartoe. Want daar lag ergens die kerel te campen met die sniper. Daar heb ik ook niet heel veel aan, als ik zo ga sprayen. Dan weet ik nog niet waar die zit. Maar oké, ik denk dat ze daar onderhand wel weg zijn. Oh, we gaan Lien. Als ik nou nog een kill maak, Lien is sowieso al best irritant te schieten. Nou, dat maakt er niet veel uit. We gaan naar buiten. Dat moet zo. Waar zijn al die mensen, man? Ik kom er echt steeds maar één. In de 15 minuten kom ik eentje tegen of zo. Hier ergens, ik denk wel. Ik loop heel zo, want waarschijnlijk. Er is de kans dat ze hier zaten. Ik zag het. Ah, oh, ziet hem campen. Ziet hem campen. Oh shit, ja ik zag dat ding liggen. Ik denk fuck it, ik schiet gewoon op zijn benen. Gotcha, oké, dat is mooi. Nee, ik wou voor die hond. Wauw, hij had me al eerder gezien. Hoe moet ik nou, UV? Oh wacht, hier zit er eentje. Wacht, eerst even deze. Nee, waarom span ik 10 centimeter van de camper af? What the fuck. Oké, misschien was hij niet camper, maar hij liep wel in mijn spans rond. Met echt het doel om iemand te spawn killen. Want dat is gewoon echt een span. Dat weet iedereen. Ik draai net om. Nee, nou ga ik ineens 20 keer dood, man. Hoe moet ik de R2? Is R2? Oh. Nevermind. Oké. We gaan weg, want dit is echt. Het is rampzalig. Nee, wauw. Nou ga ik 5 keer op rij dood. Ja, hij spant daar ook. Call of Duty, waarom ben je zo fucking broken? Alsjeblieft. Het leek echt goed te gaan. Ik denk, yes. Ik heb het gevoel dat ik goed in ben. Ons te boven spelen. Oeps. Oeps. Nee, ja, dit is die snipende. Of nee, snipende, campende sniper. Ik was snipende camper. Eigenlijk is de campende sniper, maar ja. Dat is een beetje dubbel op. Want mensen met snipers campen 99% van de tijd. Jezus, ik heb ook een spraakgebrek. Ik heb niet alleen een handicap qua gamen nou, maar ook een spraakgebrek. En. Ah, ik denk dat er zal hier iemand zijn. Ah, ik loop denk ik te veel rond. Die mensen zitten nog harder te campen als ik. En ik speel zo. Waar de fuck zitten hun? Nee,
Ik kwam naar buiten, ik kon eigenlijk naar buiten en dan... No, waarom loop ik zo fucking dom? Oké. We gaan die tunnel in, die grot. Niemand? The fuck? Ah, is van een friendly. Gelukkig. Nee, ik moet dikker op. Nee, nee. Het lukt. Andere kant. Godver. Loopt hij net achter dat ding, hè? Ik had ook nooit kunnen killen op die afstand, joh. Dat was waarschijnlijk onmogelijk geweest. Zit echt allemaal hier, volgens mij. Laat maar rennen. Ik wil in de buurt. Nee, nee. Ah. Ik was eindelijk in de buurt van een enemy. Nee, ook al. En dan ga ik dood. Feit. Nee. Nee. Ah, teammate. Waarom? Dit is echt niet te doen. Ik snap echt niet waarom je überhaupt zo zou willen spelen. En niet dat, ik weet niet of het iemand doet, maar dan nog. Ik doe veel te veel dingen tegelijk. Ik probeer te lopen, te aimen. Ik moet alles eens in fase doen. Nee, dat is mijn kill. Waar zit je? Hij zit even focus, jongen. Focus. Ik moet rustiger doen. Ik deed net hier ook echt best wel long. Nee! Wat? Ik heb flakjacket. Fuck die dingen. Echt gay, maat. Of hoe heet dat hier? Heet je flakjacket? Maar het is hetzelfde. Jullie weten wat ik bedoel. Gay ID. Ze lagen er twee. Want ik zag die andere echt wel liggen. Maar die niet. Ha! Second place kill. Fuck you. Fuck you. Oké, we gaan deze kant op. We gaan naar richting de huizen. Wauw, 4 om 7, man. En ik sta nog niet eens laatste ook. Oké, maar die kerel staat wel beter dan ik. Ik zou het liefst de laatste staan met 3 om 1. Dan één laatste met score van mij. Maar oké. Daar zit iemand binnen te campen. Waarschijnlijk de keer dat hij hem de ghillie shoot. Oh shit, get pooped on. Oh crap. Oh, ik dacht er eigenlijk nog eentje meer binnen was. Oké. Oh, hieronder nog één. Yes! Yes, ik had hem. Fuck you. Dan zetten we hem zo. Hoppakee. Oké, die hond zit er niet in. Dat is iets te hoog gegrepen. Ik had eigenlijk mijn non-leads moeten spelen. Maar ja, dan moet je meer kills maken. En ik zie me eigenlijk sowieso niet heel veel kills maken. Zal ik gewoon naar de muur in schieten? Nou, fuck dat. Toch gewoon even kijken? Nee, die met... zit in mijn rug. Ik moet zo lopen. Dat is veel tactie. Kan ik überhaupt schieten als ik iemand zie? Want ik loop allemaal leuk hard rond en zo. En dan loop ik misschien wel recht, maar... Oh, fuck yeah! Dat was gewoon echt een dikke gunfight. Die ik gewoon gewonnen heb. Hey. Volgens mij is het echt door al die ouders, weet je wel. Als je ouders voor het eerste keer een spel laat spelen als Call of Duty. Hoe ze zich voelen. Denk ik zo. Zoals ik me nou voel. En dat is niet echt heel leuk. Oh nee, dat was mijn kill. Ik had hem gewoon. Ik had die vent. Ik zweer het je. Ik had die vent. Oké, nou komt de moeilijkste opdracht, springen. Oh, dat lukt wel. Ik weet echt niet of jullie het goed kunnen zien, ik hoop het wel. Dat zou wel heel erg balen zijn als je het nou niet kan zien. Ah, shit. De UV gaf aan dat er iemand zat. Hij zat er inderdaad, maar ja, ik weet niet waar hij nou heen is gecampt. Oké, we lopen onderdoor, onderdoor. Goed zo. Wauw, dat lopen, maat. Het is echt moeilijk. Yes! Yes! Weer een camper gekild. Fucking hell, man. Ik ben zo goed. Oké, dat was sarcastisch. Maar... nee, daar weer eentje. Oh, nee. Ik zit zonder ammo. No. Nee, shit. Hij is niet AFK. Nee. Nah. Ik had hem kunnen killen. Hij stond lekker stil. Maar ik zit zonder ammo. Wauw. Dat zijn wel timings, jongen. 5 om 10. 10 kills, maybe. Daar eentje nog. Oh shit. Nee, uit sniper. Hij mag me niet killen. Ik verdien dat niet. Oké, we lopen deze kant gewoon op. We lopen gewoon weg. Nee, hij zat boven. Ik kan hem niet eens gezien, man. Oké, snel. We hebben haast. Nee, waarom kill je die nou? Ook nog met een fucking ID. Super gay. Oké, hier ergens enemies. Ik wil nog 2 kills, alsjeblieft. Oh, dat was een enemy. Laat me lopen. Nee! Ik ga alleen maar dood. Fuck. Nee.
Iedereen die ik zie wordt gejat en ik ga de hele dood in mijn rug. Ja, niet alleen in mijn rug, maar onder andere. Ik moet niet zoveel rondlopen, maar we hebben nog... Nee! Fuck, man, ik ga gelijk 5 keer op rij dood. Fuck dit spel. Fuck, fuck! Ik stond bijna positief. Of in ieder geval, 1.0. Hebben we deze klootzak nog? Yes, headshot! Woo! Headshot voor de laatste keer, 9-13. Ik sta volgens mij beter dan de meeste mensen die ik in lobby's tegenkom. En ik speel zo. Fuck yeah! We hebben nog gewonnen ook, ey. En kijken we... Oh, dat is de verkeerde knop. Nee, dat is ook weer. check mijn aim. In de final killcam. Boeia. En ik sta gewoon beter dan mijn teammate. Senorita Elise. Oh my god. En ik sta beter dan de enemies. Ik vind dit echt een like waard. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En ik zou zeggen, probeer het zelf. En misschien dat jullie ook leuke ideeën hebben voor challenges. Laat ze achter in de comments. Bij 600 likes. Ja, 600 ga ik verder. En dat is misschien heel veel. Maar ik krijg 250 likes tegenwoordig nog. Dus ik zou zeggen, probeer het. En tot de volgende keer. Houden we.